Hi, leuk dat je er weer bij bent. De afgelopen weken heb ik jullie een paar keer meegenomen door onze winkel. Het eerste filmpje was een filmpje van mij die een duik in de etalage nam. Bij het tweede filmpje nam ik jullie mee langs de voorste tafel met de nieuwste modellen. Nu zijn we aanbeland bij filmpje nummer 3 en ik wil jullie graag meenemen in de pleaserhoek. Zoals jullie weten is Pleaser een Amerikaans bedrijf. En zij hebben alleen maar hoge hakken. En wij zijn fan. We hebben niet alleen heel veel pumps met hakken van Pleaser, ook heel veel sandaaltjes, heel veel lange laarzen. Maar het bekendst is Pleaser toch wel vanwege zijn paaldansschoenen. Zijn dansschoenen, zijn paaldanshakken, oftewel die super fijne platformsandalen met zo'n lekkere zachte binnenzool. Ik neem jullie even mee in de Pleaserhoek. Voor de mensen die ons al een tijdje volgen, vroeger, lang geleden, hadden we onze Pleaserhoek in een hoekje van de winkel staan en kon je er eigenlijk niet lekker bij. Het afgelopen jaar hebben we de boel lekker verbouwd, is alles weer lekker opgefrist en nu hebben we een mooie pleaser trap waarbij die modellen allemaal hartstikke goed uitkomen. Kom, gaan we samen kijken. Kijk, dit is hem. Onze pleaser trap. Collega Mies heeft hem lekker gesopt, dus hij staat er weer sprankelend bij. Pleasers hebben we in alle soorten en maten. We hebben van die leuke hoge laarsjes waar je enkel helemaal in vast zit, in verschillende varianten. Met veters, met ritsjes of met elastieke banden. Ook hebben we ze met van die hele lange banden die je om je been omhoog kunt wikkelen. Kijk, die kun je of een beetje casual knopen rondom je enkel of je kunt ze helemaal omhoog knopen om je onderbeen omhoog. We hebben ook heel veel modellen van deze platform sandalen in zwart met rood gecombineerd. Zoals met een ritsje op de hiel, met een hartje in de zool of met een zool die reflecteert. Kijk, deze bijvoorbeeld. Die heeft een metallic rode spiegelzool. Hoe tof is dat? Uiteraard hebben we ze ook met glitters. Glitters aan de bovenkant, glitters aan de onderkant. In het blauw, in het roze, in het paars, in het zilver. Eigenlijk allemaal is mogelijk. Ook is er een heel groot gedeelte van Pleaser met zolen die reageren in blacklight, zoals deze hier. Deze hoek reageert in blacklight licht in een club of in een discotheek. Ook hier weer met een roze reflecterende zool. Of met vlammen in de zool. Of met een overloopzool. Kijk, deze begint bij paars en loopt zo door naar oranje en geel. Superleuk! Nieuw in de collectie zijn de regenboogsandalen. Regenboog aan de bovenkant, regenboog aan de onderkant. En de blauw-paarse versies. Ook natuurlijk veel met een doorzichtige top. En een doorzichtige top is ideaal als je smalle voeten hebt, want dan sluit het goed om je voet aan. Ook in het zwart zijn er heel veel variaties. Wil je hoogglans lak of liever mat zwart? Wil je een dikke hak of juist iets dunner? Wil je een 14 centimeter hak, 16 centimeter hak, 18 centimeter hak of nog hoger? Wij hebben ze voor je. Ook is er momenteel weer nieuw aanbod binnen in wit en compleet transparant. En niet te vergeten, we hebben ook weer heel veel modellen in de sale. Kijk maar snel met me mee. Al deze modellen waar een oranje sticker in zit, zijn allemaal in de aanbieding. Meer van deze leuke modellen en alle modellen in de aanbieding vind je op onze website. Dus neem snel een kijkje op www.silhouette.nl en jouw pleasers heb je morgen in huis. Fijne dag!